Welkom dames en heren, en dit is een snelle soort keusvideo, I guess. Ik had jullie gisteren laten reageren wat voor team jullie zouden willen zien voor een nieuwe career mode. En er kwamen zoveel reacties uit dat ik dacht, ik ga er een paar uitkiezen die ik vaak voor ze komen, waarvan ik het goede idee vond. Ik zal niet zeg maar andere mensen laten reageren, ik zal mensen op reacties laten stemmen. Enkele teams die ik erin zal doen is dan Newcastle, Swansea. De BPL is toch een vrij populaire competitie. Ik maak er Swansea en Southampton van. Dat lijkt me een strak idee. Want Newcastle heeft toch al aardig goede spelers. Je ziet trouwens in de achtergrond FIFA trailer. Ik dacht, dat is leuk om te zien misschien. Maar Swansea en Southampton dus. Voor de Premier League. Dat worden dus aparte comments. Voor Duitsland zat ik te denken aan Bayer Leverkusen. Ik zie niet vaak Duitse competities. Ik heb Dortmund een keer gedaan. Maar ik ergerde me echt compleet dood aan. Het tilde het echt naar een heel nieuw niveau. Het wordt ergering. Dus dat zal waarschijnlijk niet worden. Maar Leverkusen is misschien een optie voor Duitsland. Er waren er nog meer. In Frankrijk kan natuurlijk ook nog. Ik doe er voor elk land één. Weet je, om op zijn opties voor mensen open te houden. Ik zit bij Frankrijk te twijfelen tussen of Lyon of Marseille. Nee, dat zijn wel redelijk goede teams. Misschien Senesje? Wie weet. Laat jullie ideeën maar binnenkomen en dan hoor ik het wel. Een andere suggestie is voor Italië. In Italië zou ik te denken aan Roma. Er is geen mooiere club voor mij in Italië dan Roma. En dat is om één reden. Francesco Totti. Zo'n mooie speler. Maar goed, in ieder geval. Italië zou dan Roma een optie zijn. Dat zou ook een reactie zijn. Dan heb je nog Spanje. Bij Spanje zit ik dan te denken aan een Sevilla/Valencia team. Dus ik hoor het graag welke dat dan zijn. Er zullen ook aparte reacties zijn. En ik geloof dat ik ze nog gehad heb. Ja, oké. Okay. In Nederland kan ik PSV doen. Waarom PSV? Ik doe Ajax al op mijn Engelse channel op dit moment. Feyenoord heb ik meerdere keren gedaan. En PSV lijkt me een interessante uitdaging. Maar goed, laat het dus weten. Stem op de reacties. En dan zien jullie morgen de nieuwe career mode in ieder geval. Daar komt het op neer. Doei!